Het is ook wel een glas dat heel erg makkelijk vies wordt. Ja. Ja, ik moet even mijn hoofd er weer bij krijgen. Ik heb het heel vaak verteld aan mensen en dan was het heel makkelijk te vertellen. Maak je daar verschil in dan? Nee. Oh. Daarom is hij beter. 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 In april ben ik stage gaan lopen bij een kerk in Amerika. Die hebben een eigen websiteafdeling. En een groot mediabedrijf. En die websiteafdeling die had geen bureau, dus liep ik stage bij de creatieve afdeling. En daar was een enorm leuke afdeling met ook één leuke meid waar ik wat vaker leuke dingen mee ging doen. Aan het einde van de 3 maanden, ongeveer 3 weken voordat ik terug moest gaan, begonnen we elkaar leuk te vinden. En toen hebben we een lange afstandsrelatie gehad. Elke dag dus gebeld. Van 2 tot 3 uur. Ik denk dat het gemiddeld wel 2,5 uur is ongeveer elke ochtend te bellen. Het is heel erg lastig om dan te zeggen van zo graag wilde ik naar haar toe gaan. Want het is niet echt te vergelijken of zo met iets. Misschien is het daarmee wel het beste uitgedrukt. Ja, dus gewoon bij elkaar zijn, reisjes maken, avonturen beleven. Normale dingen doen als koken, eten, boodschappen doen. Aan al die dingen dacht ik na en dacht ik van... Wow, ga echt genieten van die situatie en van die situatie en weer dat met te doen en dat doen. En genieten van de normale dingen samen doen. Ja, de vlucht van Düsseldorf naar Chicago was 9 uur en 3 kwartier, dus bijna 10 uur. Dus met in het vliegtuig zitten wachten en daar aankomen, zat ik gewoon zeg maar 10 uur in het vliegtuig. Normaal bij de douane moet je naar zo'n hokje gaan, met iemand vingerafdrukken, oog laten scannen en dat soort dingen. Maar dat had ik de vorige keer al gedaan, in april toen ik daarheen was gegaan. En nu was gewoon een bureautje met iemand die alleen maar je paspoort bekijkt. En je dan een stempel geeft, of niet, maar meestal een stempel geeft en dan ga je het land in. Zij vroeg, wat heb jij gedaan de afgelopen keer in Amerika? Nou, het ding zit zo, dat toen ik stage liep in Amerika, dat ik heel graag stage wilde lopen daar. Maar dat dat niet kon op een normale visum voor stage lopen. En dat ik toen dus maar de toeristenvisum heb genomen. Een standaard ESTA visa, zo heet dat. En toen liep die douanebeambte liep naar iemand anders toe die een computer had. Om aan hem te vragen of hij in het systeem kon zien of ik een terugreis had. En om een van de redenen keek hij toen weer naar me en toen twijfelde hij. Toen liep hij toch naar me toe en toen nam hij mij mee naar achter. Nou, toen kwam ik bij een vrouw terecht van de douane. En die vrouw vroeg dus van, heb je wat foto's van die tijd dat je er toen was geweest? Dus toen liet ik mijn foto's zien. En toen wilde ik dus weer de telefoon mee terugnemen. En toen zei ze, nee, laat je telefoon maar liggen, ga maar alvast even daarachter zitten. Nou ja. Op dat moment, van toen af aan, heb ik ongeveer 1,5 uur tot 2 uur gewacht. Zonder dat iemand naar me toe kwam om iets tegen me te zeggen. Ja, op een gegeven moment zag ik die vrouw zeg ik lopen met mijn telefoon. En met een scan van, op een A4'tje, van mijn telefoon met tekst erop. En uiteindelijk kreeg ik toen een gesprek, na iets van 2 uur te hebben gewacht. En die vrouw die had 2 scannen liggen van gesprekken op mijn mobiel. En die zei, we hebben informatie gekregen. We hebben informatie hier dat erop duidt dat jij niet meer ons land in komt. En we gaan je terugsturen. Dat was de eerste zin die ze zei toen ik bij haar in het kantoortje kwam. Omdat ik dus een fout heb gemaakt met een visum, vervalt dat voor mij voor mijn hele leven. Dus kan ik dat nooit meer gebruiken. En daarom kon ik nu dus ook niet met dat makkelijke ESTA toeristenvisum, kan ik niet meer het land binnenkomen. Ja, dus ik flipte hem compleet en daarna stelde ze een 30 minuten lang vragen aan mij om te vragen wat ik had gedaan met mijn stage en of al die gegevens klopten en zo. En dat stopte ze allemaal in het systeem. En ik antwoordde wel, maar eigenlijk was ik er ook niet echt, want ik was alleen maar aan het huilen en het huilen en het huilen en het huilen. En ik kan me echt niet herinneren dat ik ooit in mijn leven zo lang heb gehuild. Ja, want ik besefte op dat moment dat ik niet meer Tasha zou zijn. Weet je, niet alleen maar mijn pijn voelde ik, maar ik voelde ook meteen die pijn die zij zou gaan voelen als ik dit haar zou vertellen. En dat drukte zo op me. Zo van, weet je, het laatste wat ik wil in mijn leven is haar pijn doen. Gewoon zoveel hou ik van haar, dus ik wil haar niet pijn doen. En dat kwam er ook nog eens bovenop, dus ik ging helemaal kapot op dat moment.
En ja. Dus na het gesprek van een half uur mocht ik dus Tasha een kwartiertje bellen. Vlak voordat we gingen terugvliegen, voordat ze me naar het vliegtuig zouden brengen. En dus toen ik Tasha aan de lijn had, kon ik eigenlijk iets van een halve minuut of zo, kon ik niks zeggen. Ik was gewoon alleen maar aan het huilen. Ik mag het land niet meer in. Ik werd door twee agenten naar het vliegtuig gebracht. En de meeste mensen waren al in het vliegtuig, dus ik kwam daar in mijn eentje aan. En iedereen keek me zo aan, alsof ik een crimineel was, leek het voor mijn gevoel. Ik kan niet uitleggen of zo. Het is gewoon echt heel pijnlijk om zo enorm te verlangen naar iets. En dan dat niet te krijgen. Dus ja, uiteindelijk werd ik door mijn pa opgehaald en naar huis gebracht. En mijn vader was ook emotioneel voor me. Hij gaf me echt zo'n vaderknuffel, die ik echt al jaren niet meer van hem heb gehad. En zeg maar zo eentje waar ik zelfs, ook al was ik zo emotioneel, wat voor mij gewoon te veel was op dat moment, omdat het zoveel liefde was. En ik had zoveel pijn, ik kon gewoon even ook dat niet aan. Toen was ik thuis, toen was mijn moeder ook helemaal verdrietig voor me. En op een gegeven moment, weet je, ik ging toen berekenen. Toen bedacht ik me, oh, het is gewoon 30 uur geleden dat ik hier thuis was. En ik heb nu 30 uur. Het enige wat ik heb meegemaakt de afgelopen uur is een 30 uur is een trauma. Ik zou eigenlijk nu bij haar zijn.